Hallo schatjes. Kijk, ik weet het is een tijdje geweest en ik heb het gewoon druk gehad met een heleboel andere dingen. Welkom op mijn tweede YouTube kanaal. Voor degenen die het nog niet weten, ik heb een vlogkanaal waar ik heel gekke dingen doe met mijn vrienden. En dit is mijn haarkanaal waar ik mijn hair journey met jullie deel. Vandaag wil ik dit met jullie delen. Dit is een gekleurde wax. Je kan hem uitspoelen wanneer je er genoeg van hebt. Het is van Ostwind. Zie je dat? Ik ga een breadout ermee doen. Zie je dat? Oké, okay. Ik ga vlechtjes maken en morgen als het haar droog is, ga ik ze weer losmaken en kijken wat voor effect het heeft, hoe het zit en dan natuurlijk met jullie delen wat ik ervan vind. Het ruikt wel? Het ruikt wel lekker, maar het ruikt naar een mannen deodorant. Ik heb naar een paar video's gekeken en ik zie dat je haar eerst vochtig moet maken en dan dit erbij zetten. Gelukkig heeft mijn haar al shea butter. Als mijn haar niets had, zou ik shea butter erbij zetten. Gewoon om te beschermen. Ik weet niet wat dit ding allemaal erin heeft. Dus ik zou eerst sowieso shea butter zetten. Maar mijn haar heeft momenteel al shea butter erin. Dus ik ga gewoon water gebruiken en dit en hiermee vlechten. Elke week doe ik een beschermende haarstel waar ik mijn haar voor 4 tot 5 dagen niet hoef aan te raken. Ik heb begrepen dat dat ik heb zelf ervaren dat dat helpt met haargroei als je hem even met rust laat voor een paar dagen. Dus die mensen die hun kroeshaar elke dag kammen. Nope. Ik doe meestal twist of legjes, dat is makkelijker voor mij. Maar natuurlijk als je creatiever bent dan Mels, dan doe je iets creatiever. Maar probeer dan je haar niet elke dag te kammen. Uit 2 twists ga ik 1 vleg maken. En dan, sorry, dat is mijn hydrofoor. En dan kijken hoe dit werkt. Ik ben echt enthousiast. Up in a turban, oh, nah, 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 nah. And after the little skirt she wear, she says she love it so long. She don't wanna expose her hair, she don't wanna use them skincare. I love the way how she program her meditation so strong. What a black woman, yes, girl.
girl, where you been so long? A real woman, queen of the motherland, Empress number one. Girl, I wanna be your lover, man. What a black woman, yes. Girl, where you been so long? Up in a turban, I love the little scars she wear. She says she love it so long. She no wanna expose her hair. She no wanna use them skin care. I love the way how she program. Her meditation so strong. What a black woman, yes. Girl, I'm wearing this so long. A real woman. That you're not unbalanced. That's the way you know you rate your temper. Girl, you're an example. Woman, I see the beauty. Woman, I see your light in you. I see true love in you. What a black woman, yes. Girl, I wear you this long. Real woman, yeah. Queen of the motherland. Empress. Up in a turban, I love the little scars she wear. She says she love it so long. She no wanna expose her hair. She no wanna use them skin care. I love the way how she program. Her meditation so strong. What a black woman, yes. Girl, I wear you this long. A real woman. Hey guys, so ik wil even terugkomen en jullie vertellen over mijn ervaring met die kleurwax. Ik heb het al uit mijn haar gewassen. Zo, waar kan je het kopen? Mijn collega heeft het gekocht bij Combi Markt.
Maar ik heb begrepen dat je hem ook kan kopen bij Lucky Store, Kirpalani. De rest zal ik hier onder inschrijven. Cause ik weet niet, maar combi maar. Prijs. Ik heb begrepen dat het in andere winkels 33 is dat die kost. Maar ik denk dat je maximaal 35 ervoor kan betalen. Want die winkels in Suriname trippen even met prijzen. Maximaal 35. Duurder dan 35, meisje. Lomo Poyota winkeling. Combi Mark verkoopt hem 28,29 SRD. En daar heeft mijn collega het gehaald. Er zijn ook andere kleuren. Ik wil heel graag rood proberen. Er is rood, grijs, reflector groen. En een paar andere kleuren die ik hierboven of hierboven zal zetten. Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt bij het gebruiken van die wax. Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt. Aan het begin van mijn video zei ik dat ik shea butter in mijn haar had. En ik denk dat dat een fout was. Ja. Want shea butter houdt mijn haar mooi, je weet het. Het is een van mijn favoriete producten om te gebruiken. Maar omdat mijn haar altijd zo moist en oily was, dan bleef die wax afgeven. Dus het is niet gaan drogen en gaan settelen. Het bleef gewoon afgeven. Overal, aan mijn vrienden de stoel, sorry Tusha, aan het werk, mijn autostoel, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik ga het weer proberen, maar dan misschien alleen een leave-in conditioner gebruiken voordat ik dit gebruik. Ja. Want ik heb ook begrepen van een dame dat het bij haar niet afgeeft. Dus ik ga het sowieso weer proberen, die blauwe. En ik wil die rode proberen. Want rood is mijn favoriete kleur. Voor degene die mijn haar journey al een tijdje volgen. Ik had rood haar, you know. Dus ik wil graag rood, mijn heel haar rood verven. So, coming soon. Ik zou je aanraden om het met een handschoen in je haar te doen. Het blijft niet, het vlekt niet, het vlekt je vingers niet hoor. Maar gewoon om niet zoveel morserij te maken, zou ik je wel aanraden om het met een handschoen te doen. Als je niet bang bent voor morserij, meisje, doe het zonder handschoen. Doe zij wani. Doe zij advieren. Ik begin bah. Eerlijk gezegd. Ik ben niet gaan lezen hier achter wat er allemaal in zit. In gone lie. Dus als jij iemand bent die leest. Ik zie hier aqua. Pack 40. Dat kan nooit goed zijn. Want ik had eens in een video gehoord dat het niet goed. Ik zie castor oil. Glycerin. Parfum. En een heleboel dingen die ik niet kan uitspreken. Zo. Het is echt leuk voor een fotoshoot. Een dansproject. Een event. Waar er geen regen. Een event waar het niet regent, want zus, je kan het heel snel wegwassen. Toen ik het nog in mijn haar had, had ik een 2 dagen daarna denk ik, heb ik mijn haar gespreid met water en het lekt direct. Dus als je hem zo, als je haar zou verven voor een event, laat het een indoor event zijn. Het brokkelt ook. Ja, dat ook. Het brokkelt. Ik ga een video plaatsen waar je ziet dat het brokkelt op mijn bureaublad, mijn kalenderblad. En dan als je trekt, dan zie je blauw. En zo. Dus dat gebeurt ook op je kleren. Als je lang haar hebt, ik zou je aanraden om dan kapsels omhoog te doen. Daarover twijfel ik nog, omdat zoals ik zei, ik denk dat die shea butter ervoor zorgt dat het niet is gaan drogen. Ja, ik denk het hoor. Ik denk het. Ik ga het weer proberen en ik ga jullie weer zeggen als het lag aan die shea butter. Ik kan ook niet, je weet, je haar regelen. En dan zijn je vingers blauw. Dat was ook lastig. En nogmaals, dat kan ook liggen aan die shea butter die ik in mijn haar had. En wat nog meer. Ik heb foto's gemaakt ermee. Die foto's zijn echt leuk gekomen. Een heleboel mensen hebben erop gereageerd. Ze dachten dat het echt hair dye was. Yeah. Guys, bedankt voor het kijken naar mijn video. Share het, like het. Zeg maar wat je nog meer wil zien.
Als je afvraagt wat ik met mijn haar heb gedaan, het is gewoon mijn twists die ik wekelijks draag, heb ik gewoon losgemaakt. Als je wil zien hoe ik mijn twist maak, let me know. Ik hoop dat ik jullie genoeg heb geïnformeerd hierover. En tot de volgende keer. Doei!